Dat is dit. En er zit wel... een Kaya Girl Cat. Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. Maar liefst de 40ste aflevering van de Kingdom 2 video's. Ik heb geen enkele serie zoveel afleveringen dan mijn Kingdom 2. Heb je nog shit nog niet gekeken van al mijn Kingdom video's? Kijk dan eventjes de afspeellijst in de beschrijving. Dan kan jij alle vette Kingdom 2 video's zien die ik het afgelopen jaar heb gemaakt op mijn kanaal. Daar heb ik best wel lang over gedaan, maar ik heb ook heel lang geen Kingdom meer geüpload. Dus dat betekent dat bijna de 50ste aflevering is over 10 aflevering is de 50ste aflevering, jongens. Wat een gekkigheid. Maar laten we beginnen met een nieuwe Kingdom video. We staan hier recht voor het dorp van Yavinius. Een van onze ridders in ons kingdom. En hij heeft een dorpje gemaakt. Ik dacht, ik loop langs deze 40ste aflevering een beetje eventjes door wat dingetjes heen. Waar ik nog niet ben geweest. Dat is dus om te beginnen dit van Yavinius dorpje. Hij heeft dit heel anders aangepakt dan dat we eigenlijk in Tilivia doen. Hij heeft met hele andere bouwmaterialen en zo gewerkt. Hij heeft echt met alles, met alle witte shit heeft hij gewoon gewerkt. En dacht van... Maar ik doe wel met allemaal van dit witte shit. En dat is eigenlijk een beetje de stijl van het hele dorpje wat hij hier heeft gehanteerd. En zo heeft hij eigenlijk alles gedaan. Hier ook een dikke... Oh ja, monsters staan weer aan hoor. Hallo jongens, leuk hoor. Kom maar naar me toe, faggot. Die laten we eventjes achterwegen. Voor de rest is er denk ik gewoon... Is dit het eigenlijk gewoon? Wat ik wel wil laten zien hier zo... Is dit hoofdgebouw, de bibliotheek, is dat volgens mij? Bibliotheek, de boom der wijsheid. Dat is dit. En er zit wel... Een Kaya Girl Cat. In ieder geval, dit is dan de bibliotheek ding. Maar, dat is niet alles, want er is nog een tweede verdieping. Oh, wat mooi, hè? Wat mooi. Ja, een beetje gerandomized. En dan kan je naar beneden vallen allemaal. Heel leuk. Oh, een spin. Hier heb je dan nog wat leuke farm shizzle, de whistle dingetjes en wat huisjes. Ik weet niet of je hier nog een huis kan kopen. Maar als je hier een leuk huisje ziet, vraag het eventjes aan Yavinius als die online is. En dan kan jij een prachtig huis kopen hier zo. Ik lijk wel een makelaar. Ik ga iedere keer een beetje in dorpjes rondlopen. En dan zeg ik, oh, wat een mooi huisje. Oh, dit is ook een mooi huisje. Eigenlijk is mijn nieuwe taak gewoon... Hertog, makelaar, Jeremy. Hier heb je nog wat cools. Ik zal even helemaal naar boven vliegen en laten zien hoe hoog dit gaat. Als een gek panda. En het gaat maar. Ik weet niet waarom je je tijd hierin hebt gestoken, de Finn. Maar ik vind het echt heel leuk dat je dat hebt gedaan. Ja hoor, daar zijn we. Leuk hoor. Nou, dit is de bovenkant. Dus nu gaan we maar naar beneden. Ik weet niet waarom ik de bovenkant wilde laten zien. Maar kijk eens aan. Daar zijn we weer, jongens. En dat was eigenlijk... Nou, hij is nog een muur aan het bouwen en zo. Even kijken. Zo. Nou, dit is de muur. Een beetje het concept van de muur. Maar dat is eigenlijk alweer dit dorpje, jongens. Ik hoop dat ik niks heb overgeslagen. Dat vind ik nog eventjes eroverheen vliegen. Zo van... Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Nou, dat was het. We gaan nu naar het klooster van Tilivia. Dat heb ik echt nog nooit laten zien. Maar dat heb ik wel beloofd dat ik dat een keer zou laten zien. Dus daar gaan we nu heen. En hier zijn we bij het klooster van Tilivia. Jammer dat het donker is, want anders zag je wat meer licht. Dat is natuurlijk logisch. Als je misschien merkt, ik heb ook een beetje kill aids, maar dat is gewoon zo, daar kunnen we niks aan doen. Dit is het Wilgenklooster, zoals ik hier lees. Klooster de Blije Opa, aka Wilgenpensioenfonds. Mooi. Sommige mensen in Tilivia zijn ook echt zulke droogkloten, maar laten we hier maar naar binnen gaan. Volgens mij, ik weet niet precies door wie dit allemaal is gebouwd, maar dit ding is volgens mij door Carlo gebouwd, C.L. Nanny. En wacht, wat mooi. Je krijgt echt het gevoel van, ik ben in een klooster. Zo'n gevoel. Echt zo van, ik loop in de tuin van een klooster. En dit is echt een totaal nutteloze toren. Dus laten we maar weer naar het hoofdshit gaan. In plaats van afdwalen naar de zijkantjes. Wat ik nu toch weer ga doen. Want hier ligt iets in de... Oh, wat mooi. Een riolering, jongens. Het klooster heeft een riolering. Ach, en het gaat ook naar beneden. Wat prachtig. Dit is nou echt prachtig. Kijk eens, wat een doolhof. Wat? Oh, daar loopt de dood hoor. Nee, er is geen uitgang. Nou, ach, kijk dan. Tiatus. Ja, daar ligt hij hoor, jongens. In het riool. Ach. Ja, oh, er ligt er nog één. Heer Tiliat. Oh my god. Wat een verschrikkelijkheid, jongens. Wat verschrikkelijk. Laten we maar weer naar de uitgang gaan.
Laten we maar weer gewoon lekker doen waar we voor gekomen waren. Nog een ingang. Daar ligt vast nog iemand. Ja hoor, kijk maar. Dit kan echt niet. Er zullen er vast nog meer liggen. Dus als jij wil kijken wie hier allemaal liggen, jongens. Kijk vast even een keertje bij het rooster. Rooster? Ik bedoel, kijk een keertje bij het klooster. En dan kan jij dat lekker bekijken. Hier staan we voor het klooster. Wow, gekte. Ik zal eventjes laten zien hoe dit er allemaal zo cool uitziet. Ja, dit is de klooster. Het ziet er heel anders uit dan de muren. Maar dat kan tegenwoordig. Dit is Minecraft, dus alles kan. Nou, je komt hier binnen. Je kan hier lekker gaan zitten om naar de preekjes te luisteren. Leuk hoor, leuk, leuke preekjes. Allemaal leuk. En dan kan je hier in je minecart zitten. Dat is wel tof gedaan. Dat vind ik vet. Dat is leuk. Laten we even dus gaan lezen. Nou, helemaal leuk. Dan kan je daar dus gaan zitten en je preekje doen. Oh jongens, de bel. Jingle bells. Jingle bells. Jingle all the way. Laten we maar weer wat anders doen, want dit is niet oké. Dus daar heb je de 40ste aflevering, jongens. Het was niet een hele lange aflevering. En ik bedoel, dan blijft het ook gewoon een beetje normaal om te kijken. Dit is het. Hier moet je het maar mee doen. En dit was de 40ste aflevering van The Kingdom 2. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog achter te laten. Laat een reactie achter wat jij volgende keer wilt zien in de nieuwe Kingdom video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer in een nieuwe Kingdom video. Later.